Yo, kijkers van Online Kunst en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 in Rusland. Maar vandaag de wedstrijd Zuid-Korea tegen Mexico. Jawel. Goed, ik speel vandaag met Mexico. Dat jullie misschien al kunnen jullie dat een klein beetje verwachten. Maar goed, ik speel lekker met Mexico. Dus laten we gewoon lekker beginnen. Jawel. Ja. Mexico won natuurlijk tegen de wereldkampioen met 1-0. Maar we zullen zien. Hallo, Zuid-Korea en Mexico. Welkom vanuit een stadion waar deze teams keihard voor een goed resultaat zullen gaan komen. Ook een hartelijk welkom getekend door mij, Juri Mulder. Ik verwacht zeker een leuke wedstrijd. Zuid-Korea, Mexico. We maken ons op voor de wedstrijd Zuid-Korea tegen Mexico. Deze stand, Mexico 1, Zweden 2, Duitsland 3 en Zuid-Korea op 4. De titel hebben ze nog nooit gewonnen en bij het vorige WK in Brazilië kwamen ze niet eens door de groepsfase. Ja, en dat terwijl er toch heel wat goede spelers rondlopen. Ja, thuis spelen geeft altijd een boost. Ja, Zuid-Korea is natuurlijk, het vorige WK zijn ze niet door de groepsfase. Mexico werd uitgeschakeld door Nederland in de laatste 16. Zuid-Koreaans volkslied. Bij wind van Mexico zijn ze door. De Rostov Arena is zo'n schitterende nieuwe locatie die na het WK de stad een enorme impuls moet geven. Ja, de stad wil zich optrekken aan het mooie stadion en alle aandacht die zo'n toernooi natuurlijk oplevert. Hè? Ja, FC Rostov zal hier zijn thuiswedstrijden spelen. Ja, dat zal de club ook alleen maar goed doen. We krijgen vandaag een team. Zuid-Korea op zijn Kim Seng hier in het doel. Leon, Jung-Yong, Sun, Kim Jong-un. Zonder succes hoor. Als je naar nou die rare naam die van zijn. Ik kan ze niet allemaal natuurlijk uitspreken. Ja, hoor, dat en ze hebben er Kim Seng Wook in de spits. En die van Mexico is iets makkelijker geworden. Omdat dat Ochoa. Spelers en in deze opstelling gaat Mexico vandaag aan de wedstrijd beginnen. Salcedo, Aru, Moreno, Layun. Wat betekent dat nou eigenlijk? Medeves, Fabian, Reyes. Nou ja, dat ligt een beetje aan hoe de buitenspelers het invullen. Vele Hernandez en Heerling Lozano van PSV. 4-3-3 opstelling voor Mexico. Maar Zuid-Korea mag aftrappen. Lekker acties gaan maken. Wedstrijd 2 voor Zuid-Korea en Mexico is begonnen. Goed verdedigd hoor, maar we krijgen een inworp. Lee Jae-sung. Koya Gil. Die paas zorgt voor gevaar. Son. De blok. Die bal wordt gestuurd. Ik zal maar uithalen. Dit is ook best goed hoor. Maar ja, nu weet Mexico één oefen en we zijn door. Zijn op zich zal Mexico wel door kunnen gaan. Als je per ongeluk de punten laat liggen, kan dat toch gevolgen hebben. Het is natuurlijk wel eens voorgekomen dat de uiteindelijke ik eerst het Duitsland koen ook wel eens een wedstrijd heeft gewonnen. Hier is de eerste kans voor Mexico en voor Javier Hernandez. Dat had de openingsgoal moeten zijn, maar volgens mij is hij nog niet helemaal wakker uit de kleedkamer gekomen. Nee, volgens mij ook niet. Die had er echt in gemoet, Evert. Nee, Jason. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Weg is weg, denken ze bij de tegenstander. Die wordt vastgezet op eigen helft. Dan komt het weer. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Die paas wordt gezien. En Ochoa met een goede redding. Die bal is een prooi voor de keeper. Ze mogen een hoekschop Corner nemen. Van Zuid-Korea. De bal Corner wordt genomen en die zit erin. 1-0 Zuid-Korea. Doelpunt nog wel. Zuid-Korea leidt.
Zuid-Korea. Hij werkt de bal in eigen doel. Wat zal die balen? En het zelfs in eigen doel. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Ach, ja. Wat bizar. Ach, ook dat nog een eigen doelpunt. Van Mexico. Een eigen doelpunt. Miguel Layun. Mexico zet een aanval op. En... nu moet Mexico. Uitstekend over de breedte geplaatst. Kan Mexico dat allemaal oplossen? Je zou toch van weten van wel. Hier komt de kans. En wat een redding van de doelman. Maar ja, de doelman is fucking goed hoor. De bal gaat over de afdeling. En de Mexicanen Mexico neemt hem. Het gewaar wordt afgeslagen. Hij weet die paas te onderscheppen. Er zijn wel meer gekke dingen gebeurd in het voetbal. Die paas dat onderschept. Mexico komt terug. Heverenig Lozano. Lozano. Ja, hij komt Lozano. De in de buurt van Lozano weer uit de draai en 1-1. Ja, Heverenig Lozano scoort. 1-1. Daar is hij al. Kijk hier, dat hebben we hem vaak gezien bij PSV wat hij deed. En hoe doet hij dat hier? 1-1. Heverenig Lozano. En nu moet Zuid-Korea opnieuw beginnen. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Daar is het balbezit. En nu? Oh jee, hij lekt. Nog steeds in balbezit. Oh, dat is het weer. En... in de 16 gebracht. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Son. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Dat moet oplossen. De bal komt voor het doel. En Ochoa komt de bal weg. Gaat hij voorzetten? Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. De bal komt in het strafschopgebied. Kom. Kijken wat ze met die corner kunnen. Zuid-Korea is goed. De corner is genomen. Dat is goed hoor. Tegengehouden door een speler. Gewoon de corner niks te doen. Ja, corner. Corner. En doen we even wat. Ja, die wordt gewoon weggeduwd als hij een tweede. Hier doen. Lozano. Lozano is het door. Heverenig Lozano. Dat zien. Lozano! Hey! Dat denk ik toch een overtreding, of niet? Hij wordt opgejaagd op eigen helft. Heverenig Lozano. Lozano. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Lozano uithoudt! Sterker keep. Die doelman begrijpt dat je zo'n bal naar de zijkant moet slaan. Corner. Mexico gaat de hoekschop nemen. Ja. Hier zien we de herhaling, Jury. Een goede keeper. De kop af voor Heverenig Lozano. Gaat de scheidsrechter geel geven of laat hij het hierbij? Overtreding. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg. Maar het is even moeilijk die Zuid-Korea. Die is er van door. Oh, wat doet die Ochoa daar? Maakt zich wellicht al komt op aan. De bal komt diep, goed, maar weg. De tegenstander weet de bal toch weg te werken. Maar er komen de Zuid-Koreanen weer. Dat zijn ze toch goed. De tegenstander weet de paas eruit te halen. We gaan hem mooi gestoken, ja zeker. Hij wordt vrijgestoken. Hernandez. Hernandez moet hem afmaken. En 2-1 Mexico. Daar is de Mexico staat voor. Wat een ontlading. Begrijpelijk, maar ze zijn er nog niet hoor. Ze moeten dit nog wel even. De rollen zijn omgedraaid nu. Tja, ook zonder bekende glazen van wat je inderdaad kunnen zien komen. Ze spelen gewoon veel beter. Ze krijgen kans op kans. Ja, ze zijn duidelijk superieur, even. En nu gaat het betalen, want
En we trappen af. Mexico staat nu voor. Mexico heeft geen zin om weer gelijk te staan. De Jason. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Irving Lozano. Bal weer terug. Dat doet het allemaal zelf hoor. Nee, daar wordt een stokje volgestoken. Oh, dat tussen twee maar door. Lozano, doelpunt 3-1. Wat mooi. Van Irving Lozano, tussen twee maar door. Voor de tegenstander. Die moet de jaar op de aansluiting treffen. Maar er is nog meer ruimte weggeven. Hier, tjak, tussen twee man door. Wat wil je nog meer? Geweldig. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Mexico zet een aanval op. En nee, dat gaat niet lukken van die afstand. Hij probeerde het met een afstandsschot, maar kon er net niet genoeg de goede richting aangeven. Nee, hier ligt de keeper niet wakker van. De bal kwam niet eens in de buurt. 3 minuten. Referee is indicated there will be a minimum of 3 minutes. En neemt de bal mee. Die is er doorheen. Goed gedaan. Kijken wat ze met die corner kunnen. De corner. Van Zuid-Korea. Dat kan weer gevaarlijk zijn. De hoekschop komt en in het strafschopgebied. Irving Lozano. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Ki Song-Yueng. Vrije trap. Vrije trap. Dat is kans in de ESL. Kim Jong-soon achter de bal. Dat is mooi. En Ochoa. De keeper redt op fenomenale wijze. Corner. En we krijgen een hoekschop. De bal wordt in de 16 gebracht. In de handen van de keeper. Komt hem door naar de medespeler. In de rust kunnen ze al langzaam gaan praten over de tegenstander in de laatste. 3 tegen 1. Ja. Nee, dat gaat niet meer fout. Goed. Dat ziet er. Hoe lang zijn we bezig? Oh, 13 minuten. We gaan lekker de tweede helft doen, hè? Jawel. De bal rolt weer. De laatste 45 minuten van deze tweede groepswedstrijd zijn ingegaan. In de eerste helft hebben we genoeg gezien. Ik denk dat we nog wel een helftje kunnen gaan genieten. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Bal in de 16. Het is lichte paniek in de verdediging. Was het weinig problemen voor de keeper daar? Ja, deze kopbal was een eitje voor de keeper. Die verschalk je daar echt niet mee. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passes zijn uitstekend. Carlos Vela. Over zijn spel in de eerste 45 minuten valt helemaal niets af te dingen. Ja, hij heeft al 2 doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hat-trick te maken. Er komt kans, er komt kans voor Zuid-Korea. Goeie ingreep door de keeper, hoewel de bal nog in het spel is. Koya Geel. Ki Song-Yueng. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? De aanval strandt en we krijgen een doeltrap. Die zullen we doen, man. We kijken naar een speler die zich vandaag van zijn beste kant laat zien. Ja, hij schiet niet alleen uit alle hoeken en standen, maar is ook nog eens doeltreffend. Mooie doelpunten. Wie weet levert dit een kans op. Vela. Javier Hernandez. De bal wordt in de 16 gebracht.
Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging. Lozano. Kijk nou. Hij laat zich echt niet passeren. Goeie chill. Son. Oh, goed gedaan. Oh, dit kan een kans worden. Hij kan ook alleen proberen. Die bal is een prooi voor de keeper. Corner. Het lijkt erop dat de coach in deze tweede helft meer leven in de brouwerij wil. Er moet iets gebeuren als ze terug in de wedstrijd willen komen. Misschien dat een verse speler helpt. Ja. De keeper had veel tijd om zich op dat schot in te stellen. Daar zit een tegenstander tussen. Javier Hernandez. En nu. En nu kan hij ook zelf en doet het ook. 1-4. En die hand. Goed laag ingeschoten hoor. En een doelpunt. Mooi. Kijk eens, hij komt goed voor zijn tegenstander en laat de keeper van dichtbij kans lopen. Hij had er al één op zijn naam staan en maakt er nu nog één. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Goal voor de visitor. Nummer 14, Chicharito. Koya Chil. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Koya, die wordt weggestuurd. Kans, en hij zet erin 2-4. Gespeeld in de diepte. De achterstand wordt iets kleiner. 2-4. Genadeloos ingeschoten van zeer dichtbij. Daar valt weinig eer te behalen voor de keeper. Ja, die was kansloos bij deze actie. Die zal zijn verdedigers toch wel even flink de les lezen. Andres Guardado. Mexico zet een aanval op. We zijn een aantal mannetjes. Zo. Voor de keeper. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Goed geschoten van die afstand, maar de keeper zit er goed bij. De bal wordt voor het doel gebracht. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Zo, en! De doelman doet dat heel goed. 20 minuten. Irving Lozano. Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Doen ze uit Koreanen. Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. Koya Chil. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Maar nog niet gedaan. De bal terug. En weggewerkt. Bij die doel. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Ki Jong-yong. De achterhoede staat aan de grond genageld. Hij kan er zo langs. Zo. En Ochoa. Een super redding hoor, voor de keeper. Redding. Dat lijkt een mooi. Prima. En nu is de weg naar 2-5. 2-5. Ja hoor. Heel vreemd hoe ze aan doet dat. Dat is dus nummer 3 alweer. 2-5. Wat een geweldig moment voor deze speler. 3 goals op een rij en het fantastisch. Hij speelt fantastisch vandaag. Hij ruikt kansen. 79e minuut. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Ki Jong-yong. 10 minuten nog. Koya Chil. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Daar komt de kans. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Kim Jong-soo. Zuid-Korea was wel goed. Maar de tweede helft zijn er nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Een uitgelezen penalty. Mogelijkheid. Nee, geen penalty. Dat is uitstekend verdedigd van de bal veroverd. Dat hij lekker nog op alleen hoor. Nou, ik ken de set. Javier Hernandez. Mooi, is hij sneller? Dan is de weg naar 2-6. 2-6, ja hoor. Hij scoort.
Zijn derde goal en dus een hat-trick. De verdedigers weten zich geen raad met hem. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om drie keer te scoren. Hier was van kansloos. Het einde van de wedstrijd komt in zicht. En normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Lee Jae-sung. Lee Jae-sung. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt. Overtreding en dus een vrije trap op een mooie plek voor een specialist. Dubbele wissel. Vrije trap. Koya geel. Goed gezien door de scheidsrechter, dat was een hensbal. Hens. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat iedereen gaat even denken. Van zo'n voorzet ligt geen keeper wakker. 3 minuten bestuurd. 3 minuten extra tijd. Een minimum of 3 minutes of added time. Ingooi. Carlos Vela. Die bal geeft ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Lee Jae-sung. Maakt zich wellicht al op. Ja, de kans voor Zuid-Korea van deze wedstrijd. Uithalen zou ik zeggen. De scheidsrechter fluit voor een penalty. Ja, penalty. Hij geeft nog een penalty. Nou, voor de 3-6. En het is 3-6. De penalty gaat erin. Drie-zes. Beide teams spelen vol op de aanval. Ze pakken toch nog een doelpunt terug. Maar veel zullen ze er niet meer aan hebben. Afgelopen. 3-6, jongens. Dit was hij. Het duel is afgelopen. Heel erg mooi. Wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af. 3 doelpunten voor Evert Lozano. Hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de... Goed, dit was Ik ga het eerst belaten, jongens. Kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En straks dan weer, jongens. Mazzel!